Goedenavond en hartelijk welkom allemaal. En met allemaal bedoelen wij miljoenen kijkers. Verdeeld over Nederland, België en Duitsland. Die allemaal geen seconde willen missen van de nieuwe serie Wedden Dat programma's waarmee we zo dadelijk van start gaan. Verder bij de AVRO vanavond een bezoek aan Egypte in Inpakken en een land waar ruim 5000 jaar geleden al een hoogstaande beschaving bestond. We gaan ook eventjes naar Leeuwarden in Ontdek je plekje. En AVRO's televisier is er om 10 minuten voor 10:30. Karel van der Graaf die informeert u alvast over de inhoud daarvan. Televisier, vanavond opnieuw vanuit het Mauritshuis in Den Haag. Met Brinkman, de minister van WVC. Over de toestand in verpleeghuizen. Over de Molukkers in Lunetten. Over AIDS. Over de tweede generatie oorlogsslachtoffers, over geen toneel in de provincie en over de problemen van jonge Marokkanen. Brinkman, de minister van WVC, te midden van de mensen om wie het gaat. In televisier om 10:50. Ja, en voordat we nu echt gaan beginnen met Wedden Dat, ziet u eerst een korte impressie van een hele bijzondere bijeenkomst die afgelopen vrijdag plaatsvond in het kantoorgebouw van de AVRO. Jos Brink die dacht dat hij daar moest zijn voor een werkbespreking, maar dat liep eventjes heel anders. Van Meerna hoort u wat de echte reden was waarom we Jos naar Hilversum hadden gelokt. Precies 25 jaar geleden kreeg Jos Brink bij de AVRO zijn eerste programma aangeboden. Maar al geruime tijd daarvoor was hij lid van AVRO's jeugdomroep Mignon in de afdeling Purmerend. Echt bekend werd hij als discjockey van het radioprogramma tussen 10 plus en 20 min, waarvan de eerste uitzending exact 25 jaar geleden plaatsvond. Namelijk op 22 januari 1963. Legendarisch bij dat programma was zijn slotzin Pas goed op jezelf. Samen met Frank Sanders begon hij het cabaretprogramma Tekstpiramid en in 1975 zond de AVRO dat uit. Daarna werd Jos Brink een begrip in Nederland. Van televisie kennen we hem van de programma's Puzzeluur, Babylonië, In de hoofdrol en dan zal ik ongetwijfeld nog wel iets vergeten zijn. Van het theater kennen we hem en Frank Sanders van de prachtige musicals Amerika, Amerika, Madame Arthur, Maskerade en Max Havelaar. Los van deze musicals was hij ook de schrijver van onder meer het toneelstuk De Nieuwe Dood. Tweemaal won hij de televisiering. De laatste maal voor het populaire programma Wedden Dat, waarmee we zo dadelijk weer van start gaan. Maar waarom vertel ik u dit nou eigenlijk allemaal? Wel, hier in deze kamer zit Jos Brink met de directie. Zogenaamd voor een werkbespreking. Maar wat hij niet weet is dat hij zo dadelijk door de AVRO-voorzitter, de heer Wallis de Vries, in het zonnetje wordt gezet. Gaat u mee? Dat zou wel moeten. Meneer Brink, u vraagt zich af wat de camera nu tijdens onze vergadering komt doen. Ik krijg een natte hand. Ik heb een hartschot ervan. Wat is het vandaag voor dag? 22 januari. Vrijdag. 22 januari. 25 jaar geleden. 1963. Eerste programma. Tussen 10 plus en 20 min bij de AVRO. 25 jaar bij de AVRO. Daarvoor zitten we bij elkaar. En dat betekent... Ik zit in jubileren. Ja, zeker, zeker. En dat betekent dat wij aan de heer Brink de gouden AVRO-machetknopen gaan overhandigen. We weten dat de andere machetknopen waren gestolen, maar het komt dus nog goed ja, uit. Ze zijn bij Wedden Dat knopen zijn gejat. Ja, ja, die zijn weg. En dat zijn deze. Jeetje, die moeten nou dus straks... En dan bent u echt het, helemaal het bij het de AVRO. 25 jaar geleden. Weet u nog wat u zei aan het eind van het programma? Ja, ja dat was een. Een slogan was dat. Pas goed op jezelf, pas goed op jezelf. Daar. Dat zei ik heel vroeg. Ja. Weet je. dit zei ze. Ik zal ze in de eerste uitzending van Wedden Dat zal ik ze omdoen. En mag ik dat namens de AVRO zeggen? Tuurlijk. Nu zeker. Ik ben ook een AVRO gezicht hoor. Als jullie er niet waren, als u er niet was, nou, ik zeg jullie, want we zijn één Wedden Dat familie met elkaar, dan was de AVRO er ook niet. En dat was ik er ook niet, vast niet. Of op een totale andere manier, in een boekhandel of zo. En jullie ook bedankt. Dat meen ik echt.
Jos? Nee, ja. Hey, wat doe jij nou hier? Ik heb de camera hier naar binnen geleid. Vandaar. Zie je, dat is dat afro-lachje van je. Ja. Zo van dat je op moet bellen van het telefoonnummer. Ja. Maar dat lachje heb je echt. Ja, erg. Ja. Nou, ik toch ook. Gewoon, ik ben er uitermate getoucheerd van.